De buitensociëteit, het park, heeft woensdagavond de lezing Demografische ontwikkelingen, mobiliteit en sociale integratie in de Vrije Surinaamse samenleving 1750 tot 1950 georganiseerd. De inleider was eredoctoraat Dirk Verrier. Onder andere schetste hij een beeld over het cultuurpatroon van de Vrije Surinaamse samenleving in die periode. De Vrije Surinaamse samenleving bestond volgens hem oorspronkelijk uit de lagere en hogere middenklasse. Verrier geeft aan dat al in de 18e eeuw de Vrije Surinaamse samenleving uit een zeer diverse groep bestond. Het bestond uit ongeveer 2000 Europeanen, 1200 personen van Joodse origine en een paar honderd personen van gemengde etnische afkomst. Dus dat alles. Europees met Indiaans, Europees met Afrikaanse mensen, waren gemengde mensen. En een onbekend aantal Indianen, waarvan overgrote meerderheid geheel in het geheel niet betrokken was in het overige gebeuren van de koloniale samenleving. In die tijd, omstreeks 1740, Verrier haalde verder aan dat de Duitse soldaten die naar Suriname kwamen en ook tot de Vrije Surinaamse samenleving behoorden, voor grote uitdagingen stonden in het economisch gebeuren. We stonden ongeveer 2000 Europeanen, 1200 personen van Joodse origine en een paar honderd personen van gemengde etnische afkomst. Dus met alles Europees met Indiaans. Europees met Afrikaanse mensen, waren gemengde mensen. En een onbekend aantal Indianen, waarvan overgrote meerderheid geheel in het geheel niet betrokken was in het overige gebeuren van de koloniale samenleving. In die tijd, omstreeks 1740. Eredoctoraat Dirk Verrier. Hij sprak gisteravond in het park tijdens de lezing over het cultuurpatroon van de Vrije Surinaamse samenleving tussen 1750 en 1950.